goede keuze om hier te gaan zitten dus volgens jou. Want de BIEB gaat inderdaad verbouwen, de centrale bibliotheek aan het Spui. En dat duurt dus nog wel een tijdje. Ja, de bibliotheek wordt groots verbouwd. Wordt ook weer iets prachtigs, echt iets van nu. Was hard nodig. Ben wel blij dat de radiostudio ook dadelijk daar gewoon weer naartoe gaat. Hè. Bibliotheek, daar hoort media, hoort daarbij. Maar ja, tegelijkertijd is het ook wel belangrijk dat Den Haag FM bovenop de politiek blijft zitten. Midden in het centrum. Dus ja, vanuit hier kan ik net mijn eigen werkkamer niet zien. Het is wel belangrijk dat je in de buurt bent. Ja, nee, inderdaad. Dat hoort natuurlijk bij een Haagse zender. Dan moet je wel in dat centrum zitten. En toen wij hoorden bij Den Haag FM, we gaan inderdaad verhuizen. Was wel een beetje, niks ten nadele van Ypenburg. Maar ja, je wil natuurlijk in het hart zitten van de stad. Dus ik ben ook heel blij dat het hier eigenlijk bij de buren van de centrale bibliotheek kan. En dat jullie inderdaad alle raadsleden, alle wethouders zo lekker langs kunnen fietsen gewoon. Ja, dat is wel inderdaad wel heel makkelijk. Nu nog de voordeur op tijd open. Schilder omlopen. Nee, het is een mooie plek hier aan Mare. Dat gaat steeds meer, gaat dat leven. En juist ook doordat Den Haag FM er nu tijdelijk in zit, geeft het alleen nog meer aandacht voor Amare zelf, voor alles wat hier afspeelt en dat het echt het nieuwe hart van de stad is. En wanneer gaan we dan terug? Wanneer is de centrale bibliotheek klaar en onze gloednieuwe studio daar natuurlijk? Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk allemaal in fases, omdat de bibliotheek gewoon open blijft om te studeren en om boeken te lenen. Maar nu, jullie zijn er nu uit, dus wordt nu hard gewerkt aan die onderste verdieping. Volgens mij na de zomer kunnen jullie daar weer terugkeren. En dan denk ik dat we dat dan nog eens gewoon eens feestelijk moeten vieren, die echte plek van jullie. Dus de zomerse maanden zitten we in ieder geval in de airconditioning van het cultuurcomplex Amare hier. En dat wil ik natuurlijk feestelijk openen. Dus ik weet niet, heb jij een fles champagne bij om hier tegen de radiostudio kapot te slaan? Nou, volgens mij, ik weet niet of dit het houdt. Laten we zuinig omgaan met de materialen. Zo goed staat de gemeente er niet voor. Maar dat vieren, dat zullen we zeker gaan doen.